Hallo, welkom bij HCL Nijmegen. Mijn naam is Mike Amrak, ik ben 26 jaar oud en heb gestudeerd aan de Han Automotive in Arnhem. We maken hier forklift trucks en containerhandlers van 6 tot 52 ton. Dit is bijvoorbeeld een van de trucks waar ik zelf als Vehicle Integration Engineer aan gewerkt heb. Daarbij moet je denken aan het ontwerpen, het ontwikkelen van deze truck van prototype tot productie. Hey Theo! Hallo Marcel! Hallo Sander, wat doe je zoal bij Heister & Yale? Wat ik doe, ontzettend divers vooral. We hebben een team hier zitten in Nijmegen en een deel van ons team is in India. Dus ik coördineer dat en zorg dat alle mensen goed vooruit kunnen. En hoe ben je hier terecht gekomen? Ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd. Daarna ben ik bij Heister begonnen, vooral omdat ik me hier dus wat op technisch vlak kan verdiepen. Maar ik kan me ook enorm verbreden en juist die combinatie maakte het voor mij heel interessant. Ik ben begonnen als SPED engineer en daarvanuit doorgegroeid tot Project Vehicle Integration Engineering. Nou, dankjewel. Nou, genoeg doorgroeimogelijkheden dus. Ja. Hey Mike. Koen, goedemiddag. Jij bent process engineer, hè? Wij maken de vertaalslag van het design wat op de engineeringafdeling gemaakt wordt naar de fabriek. Dat de onderdelen op de juiste plek aankomen en de gereedschappen er zijn en de instructies. Zorgen we ervoor dat de monteurs hier trucks kunnen bouwen. En in hoeverre gebruik je eigenlijk nieuwe technologie om dat te doen? Iets wat we steeds meer doen is virtual build. Dus de 3D-modellen gebruiken om vroeg in het stadium al het design volledig door te lopen. Zodat we hier in de fabriek geen problemen meer tegenkomen. Verder zijn we met digitale apps bezig op smartphones om zo de papierwinkel in de fabriek te minimaliseren. Steeds meer digitaliseren? Ja, absoluut. Daar zijn we volop mee bezig. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. Nou, dit is Peter. Peter is software engineer. Hoi Peter. Hey Mike. Zo, wat doet een software engineer nou eigenlijk? Ik hou me bezig met het ontwikkelen en testen van de software. En hoe ben je eigenlijk bij Heister terechtgekomen? Heb je ook iets in software gestudeerd? Nee, ik heb eigenlijk niet echt in software gestudeerd. Ik heb hiervoor automotive gedaan. Mijn stage en afstuderen gedaan bij Heister & Yale. En wel beide in de software. Nou, dankjewel Peter. Alsjeblieft Mike. Software wordt dus steeds belangrijker in de truck. We zijn nu in het testcenter. Hier werkt Bjorn. Hallo Bjorn. Hey. Jij bent net afgestudeerd, hoorde ik. Klopt. Ik ben hier bij Heister & Yale afgestudeerd. Daarna hier aan het werk gegaan als testengineer. In hoeverre verschilt het afstudeerwerk ten opzichte van je huidige werk? De techniek is hetzelfde, maar in de praktijk is er een groot verschil. Ik ben veel op de truck bezig, maar ik zit ook deels op kantoor om alle resultaten uit te werken. Nou, heel erg bedankt voor je verhaal, Bjorn. Bedankt voor het kijken. Ik heb het hartstikke naar mijn zin hier bij Heister & Yale. En misschien tot ziens.